Een van de verhalen die steeds weer naar boven komt als je het hebt over deze editie van de Mol. Los van de uiteindelijk of je de aanwijzingen dan wel of niet duidelijk waren. Daar gaan we het ook nog over hebben natuurlijk. Was dit. Ja. Ja. De, top dat we daar... De eterdiscipline. Misschien moeten we eerst naar het fragment kijken. Wat de mensen, ik kan me niet voorstellen dat mensen het niet weten. Want 3 miljoen kijkers. Maar goed, kijk even mee naar de eterdiscipline en de rol daarin van deelnemster Ellie Lust. Jongens, is hier nog ergens een kruiwagen? Hier is Remy. Over. Of nee, niet over. Ik heb Remy. Hallo, Moppie hier. Jongen, hoor je mij? Ik hoor Arjen. Jongens, één ding. Als het gaat over het portofoonverkeer, dan vereist dat discipline. Maar waar het om gaat, is dat er eterdiscipline is. En dat betekent eterdiscipline. Het gaat in ieder geval allemaal om eterdiscipline. Heb ik Rob voor Ellie? Kom eens aan. Hier, Rob voor Ellie. Over. Ellie heeft de boodschap gehoord. Oh, kom op. Ellie, ik heb je gehoord. Ik kom er zo spoedig mogelijk aan. Kijk. Nou, hebben jullie natuurlijk opgelet. Irene, je hebt ook opgelet. Als jij nou deze porto pakt... Heb je niet opgelet? Je moet gewoon die zijkant volgens mij indrukken. En wat is die discipline precies? Annemiek, leg hem even uit. Nog ja, een keer. Nou ja, de bedoeling is dat je niet zomaar erin gaat lopen blaten. Wat wij dus in het begin... Ja, je moet eerst zeggen wie je bent en wie je zoekt. En dan geef je hem over. Dus jij, je weet wie je bent. Je zoekt Luc en ik wil nieuwe kaasstengels. Kan je dat even aan kijken? Of dat... Irene hier voor Luc. Ik heb nieuwe kaasstengels nodig. Nee, dit gaat al niet goed. Oh, dit is niet goed. Nee, je moet eerst wachten. Tot Luc terugkomt. Tot Luc terugkomt, ja. Oh, ja. Oh. Luc, waar ben je? Oh nee, dat is ook niet goed. Irene? Ja? Hey. Jullie zijn zin. De eterdiscipline. Je moet je voorstellen, Luc. Ja, Luc voor Irene. Ja, precies. Zie je hoe moeilijk dit is? Nu, daar ga je dus. Ja, ja, daar ga je. Ja. Ja, maar contact. Geen Ellie meer in de buurt. Om ja. Maar zij was van de politie, dus ze was ja. gewend om zij was van de politie. Te werken. Ja. Daarom Top? Waren wij natuurlijk ook blij met haar. Ja. Momentje. Momentje, Luc. We zitten even in de uitzending. Sorry, ja, maar kijk, dit is dus heel moeilijk. Zoals de mol kan het niet. Nee, maar de mol wil het ook niet kunnen. Dus, ja. Maar even steun, maar dit zo'n klein onderdeel al kan dus al lastig zijn. Dan ben je dus gewoon, maar ben je dan al bezig met, oh, oké, okay, wie is hier aan het... Nou, ja, tuurlijk. Ja, wel om, wel, ja. Of om zelf te clearen, als je je zin zo begint en hem halverwege aandoet en dan weer uitdoet. Of je luistert gewoon niet, of je hoort hem gewoon niet. Maar bij de opdracht in de zoutmijnen hadden we geen idee. Wat? Nee, toen waren we nog met z'n allen en het was ook zo'n gekke opdracht. Iedereen moest overal naartoe. Een feestje. Ik heb alleen gerend toen. Ik heb op een gegeven moment opgegeven. Ik ben gewoon met Cecile in een bak gaan zout gaan scheppen. Ik denk, ik kom er later wel achter. Maar nee, dan is het nog lastig. Wat?